Ik denk dat ik een vrouw aan de lijn krijg. Nou, geen antwoord. Nee. Oh ja, nee, nou ja. Ja, dat, die moet even wachten. Dat is mijn, als het ware, secretaresse. Goed. Ga deze plaat nu in het groot zien. En ik ga voordat ik dat vergroot even nog iets anders laten zien. Dit zijn mijn kinderen van mijn stichting. En mijn kind, mijn geboorterecht, ziet er niet anders uit. Ik ben door het systeem zeker niet gerespecteerd, maar getracht te vermoorden. Op mij zijn 4 aanslagen gepleegd. Natuurlijk door Nederland. Ook aangifte bij de politie. Dus ook daar kunt u navraag doen. Deze kinderen in mijn stichting van Mekon, familie-economie, Devo's waarschijnlijk niet meer. Misbruikt, misvormd, verkracht. Georganiseerd door deze kwal. Die ook het recht heeft gekregen via het geldscheppoctrooi. Deze idioot is de baas over uw leven. Zijn excellentie, ook uw kind heeft deze weg ondergaan, weet ik zeker. In uw hart bent u even verdrietig. Geldt ook voor uw moeder. Ook zij is niet gerespecteerd. De bedoeling is dat dat nu bij uw kinderen anders is, vanaf vandaag. Dit schip, wat hier staat, staat hier in het groot en hier staat ook, als je in kunt zoomen, het nog eens een keer duidelijk. Als vrije man. De 3 koningen staan hier ook nog eens duidelijk op. Wat hier ook heel duidelijk op staat, is het kruis van Amsterdam, de ketting. Die komt op andere plaatjes nog een keer terug. Dus helder is dat de paus als vrije man kan besturen. Eens, kunnen we dat lezen? Dan staat het toch helder. Als vrije man staat er toch, hè? Jij knikt ja, doe dat zeggen. Is dat ook zo? Ja? Goed. Oké, dus de bevestiging dat dat daar staat. Corona. Met de kruisweg. Wat dacht u hiervan? En de klok, de tijd. En het mes. Hoe u vermoord wordt. Hoe de vrouw aan het kruis genageld gaat worden. Door verkrachtingen. Lief neergebracht, hè? Mooi neergezet. Laat het even staan. Het is wel grappig, het valt me nou pas echt goed op. Want ik heb hier nog niks op aangegeven en gekrast.
Hoe kun je het zo verpakken, hè? Wat voor een duivel ben je dan als je schrijft: de heilige corona werd tussen twee palmbomen uit elkaar getrokken. Dank u wel. Dat doen we even anders vertalen, zou ik zeggen. Hè? Dit plaatje had ik ook nog wel het een en ander bij. Hier zit die mevrouw ook. Dit is het schip van het goud wat ze naar Antarctica doen. Wat daar ook zit. Dit is de verdroging. Hè? Ze zaten het land uit elkaar klappen. Dat is het verhaal van Mozes. De woestijn is natuurlijk vroeger gewoon iets anders geweest. Die woestijn is gemaakt. En nu is er alles op weg naar de woestijn. Zo is dat ook gepland door de idioten. Ah, hier is nog een hele leuke. In één keer gaat de Ark van het Verbond open. En dan kijkt iemand erin. Ah, en dan staat hier in één keer de vlag van de paus. Oh, die zat in het octrooi, dat wil zeggen het geldschepoctrooi. Of de Ark van het Verbond. Niet God, het water. Het water moest weg. Oh, en de paus heeft in één keer geen kroon meer op. Hé, de paus is een oude vent. Met de sleutel in zijn hand. Zie je dat? Wat is dat bijzonder? De Ark van het Verbond gaat open. De paus komt eruit. Ja, de duivel. Hij heeft wel een paus neergezet. Natuurlijk heeft hij de kroon meegenomen. En die paus mag wel spelen met de sleutels. Maar het woestijn is toch daar en de mensen zijn dood. Begrijpt het? Ik vind het wel leuk bij jou even te controleren of je het ook snapt. Want dan moet het iedereen toch snappen. Ah, hier komen ook nog een paar mooie mensen. Met de zaag in de hand en weet ik veel wat. Dit is ook allemaal een verhaal. Maar en hier de dieren, ook allemaal een verhaal. En nou komt het. Even kijken, het zal wel een bladzijde verder zijn. Dit is de finale zo'n beetje. Ik loop er wel even doorheen. Ja, hier heb ik hem wel, hè. Aha. Ja. En nou moeten we hier naartoe. Maurice. En ik ga hem iets verzetten, dat je het nog beter kunt zien. Want dit is de essentie van dit boek. Kijk, meneer. Hier ziet u de kelk. En ik heb hem zelf rood gemaakt. Want dat staat hier niet in het boek. Maar die kelk is de baarmoeder en de vruchtbaarheid. Dus drink het bloed van Christus. En dan heeft deze slang, die aan de achterkant, ik moet het goed zeggen, hier, zo gaat hij zo, hier is de leeuw en de engel, zie je dat? Hier de engel en de leeuw. Dat is Amsterdam, hè? Dat is Nederland. Hiervoor heb je de voorkant, is de kreeft. En hierachter heb je de schorpioen. En de wurgslang. Zie je hem? Schorpioen, de wurgslang. De tweeling, twee gezichten. Dus de slang heeft een voor- en achterkant, twee gezichten. Een tweeling kan heel goed alle soorten van gevoelens omzetten. Maar in feite gaat het hier om. Zie je hier het schip? Zie je dat? Kun je dat focussen? Er staan twee vlaggen op.
de Nederlandse vlag en de Vaticaanvlag. En dat staat hier ook bij, dat kan ik zo niet lezen met dit licht, Neerlandia. Normaal heb ik dat ergens ook onderschreven. In dit plaatje staat de naam Neerlandia ook. Maar de vlag staat er ook van beide op. En hier het schip. Ik zie zo niet te weinig licht om Neerlandia te zien. Maar dit is eigenlijk corona, de kroon van het werk. Met de engeltjes die alles aan het touwtje hangen. En de uitvoering doen. De wurgslang. Hier zie je de ketting. Nou is het niet die strippellijn. Nou is het de ketting ook geworden die in Amsterdam loopt. Dus in Amsterdam is alles geketend. De tweeling is de geheime dienst die het corona verspreidt. Dus als ik, toen ik de Fiat belde over die 20 miljoen die ik te goed had van de Belastingdienst en die ze me afgepikt hadden via Groenevest, sprak ik met een van die mensen, een hele aardige man. Ik zeg, meneer, heeft u voor de wet ook getekend? Nee meneer, ik heb gezworen zelfs. Ik heb de bijneed, dus ik heb het allemaal gedaan. Hele aardige man, ook zijn telefoonnummer opgeschreven, zijn naam. Ik had de aanklacht ingediend. Later kreeg ik natuurlijk een berichtje terug. Ja meneer, dan moet u eigenlijk bij de Belastingdienst zijn. Ja, nee meneer, niet bij de Belastingdienst. Die hebben het mij toegezegd om het terug te geven. Jullie moeten het nog gaan halen. Want het is door iemand anders gepikt. Ja, natuurlijk krijg ik dan geen antwoord. Dat wil zeggen, iedereen pleegt gewoon mijnheid. Ook in het ambtenarensysteem. Dus allemaal tweeling, geheime dienst, tweeling, geheime dienst, tweeling. Allemaal mijnheid, alles gelogen, bedrogen, schoften. Allemaal niet erg jongens, bosbouwer. Dat is allemaal goed. Ga maar naar de bossen. En alle kantoren worden gesloten, die worden leeg. Dan maken we maar zo lang dubbele woningen van of zoiets. Maar goed, Maurice, heb ik zo aan jou voldoende inzicht gegeven dat jij begrijpt dat met die kelk die gedragen wordt door Nederland, de vruchtbaarheid wordt opgedronken, dus het kind wordt vermoord. Goed. Nog gaan we naar de laatste fase. Die staat ook in het boek. Ah, ja, hier is het. Heb ik niet zoveel bijgezet. Zie je hier die man die de aarde ronddraait en dat kind wat vermoeid is en hier ook. Hè? Met een knuppel erbij.